Welkom bij deel 13 van de cursus Filatelie, waarin meer over automaatboekjes en combinaties, u aangeboden door de Helderse Postzegel en Muntenhandel. Automaatboekjes kwamen op de markt om de consument buiten kantooruren om in de gelegenheid te stellen toch postzegels te kunnen kopen. Het eerste automaatboekje bestaat in twee kaftvarianten, te weten donker en lichtblauw. De een was handgemaakt en de ander machinaal. Er zijn 10 verschillende kaften te onderscheiden. Van boekje 9 bestaan er veel varianten, verschillende reclameteksten als ook papiersoorten. Sommige teksten zijn zeldzaam en brengen daardoor ook meer op. Boekje 9b heeft de tekst Betaal Giraal, uw postgiro zorgt ervoor en is een van de meest zeldzame boekjes van Nederland. De boekjes waren zowel aan het loket als uit de automaat verkrijgbaar. Ze werden verpakt in pakjes van 50 en om de 10 voorzien van een zogenaamd telblokje. Dit om de loketist of loketiste 's avonds bij het opmaken van de kas sneller het telwerk te kunnen laten verrichten. De telblokjes waren schaarser en zijn dus hoger in aanschafprijs. Dit alles wordt weergegeven in de speciaalcatalogus van de NVPH. De prijzen met telblok worden naar rechts weergegeven. Met een fosforbalk kunnen we het onderscheid in papiersoort zichtbaar maken. Het fosfor ligt op en blijft in het donker even nagloeien. Fosfor werd aan het papier toegevoegd omwille van de postmechanisatie en dus een snellere postverwerking. Het fosfor gaf een signaal aan een stempel of een sorteerautomaat. Bij boekje 13 zien we de verschillende combinaties welke mogelijk zijn. In de jaren 70 van de vorige eeuw kwam deze voorloper van de latere Rode Kruisboekjes op de markt. Combinaties zijn er ook in de vorm van keerdrukken of brugparen. Zoals luchtpostzegel nummer 10. Het eerste blok kinderpostzegels kwam uit in 1965 en er zijn talloze combinaties uit te maken. Maar ook dit kleurrijke blok zegels Kind en Muziek uit 1992 geeft meerdere leuke combinatiemogelijkheden. Het is een sport om ze ook in gestempelde versie bijeen te verzamelen. De latere velletjes van 10 laten de zegels eigenlijk niet goed tot zijn recht komen. Of je moet ze per postzegel los gaan bekijken. De combinatie van twee postzegels, het zogenaamde dubbele tarief, van 20 tot en met 50 gram, is een gewild verzamelgebied. Ook bij dit kleurrijke blokje Bruna postzegels blijkt maar weer eens te meer dat de zegels separaat beter tot zijn recht komen als in een heel blok. Elk postzegel is tenslotte een kunstwerkje op zich.
Wat zijn ze leuk, hè? Je zou ze wel allemaal willen hebben. Dag mevrouw, tot een volgende keer. Dit is alweer het einde van deel 13. Graag zien wij u terug bij deel 14, waarin meer over watermerken en het afweken van postzegels. Doei!